Yes, leuk dat je kijkt naar weer een nieuwe video op mijn kanaal. Ik sta vandaag in de Efteling, want vandaag opent het Zomerstrand, het nieuwe gedeelte in de Efteling van de Zomer Efteling, namelijk het Zomerstrand dus van Jokie en Jet. Laten we naar binnen gaan, we gaan een kijkje nemen. Ik ben heel benieuwd en dan gaan we het wel zien. Ik neem jullie mee, let's go. Nou, je ziet hier al die decoraties. Hier, surfborden. Hier zie je een huisje staan. Lichtjes. Ik had eigenlijk wel vaandels verwacht, maar die zie ik hier niet hangen. Dus dat is wel jammer eigenlijk. Nou, een soort van terrasje hier. Kun je lekker gaan zitten. Leuke zomermuziek ook nog, zoals je kunt horen misschien. Nou, hier zie je nog een paar parkshows die je kunt bezoeken. Nou, en als je dat even precies wil weten, dan kun je natuurlijk altijd in de Efteling app kijken wat de tijden zijn en wanneer ze die show hebben. Nou, hier heb je ook al grappige details hier nog links. Sydney, Parijs, Kaatsheuvel, Mumbai, New York. Want daar gaat het natuurlijk om, hè, bij Jokie en Jet, dat je allerlei landen gaat bezoeken. Nou, hier in het midden zou dus eigenlijk nog een hele grote luchtballon moeten komen. Maar die hangt er nog niet, daar zijn ze nog mee bezig. Maar die zou er uiteindelijk dus ook nog moeten komen. Ja, en hier dan. Een heel groot luchtkussen. Ja, wat is het? Een soort van hoed. Ja, hoe noem je dat? Een sombrero. Een sombrero, die zocht ik. Een sombrero. Nou, die kun je hier dus vinden. En dan kan je er denk ik aan de linkerkant op of zo. Ja, hier kan je erop inderdaad. Ja, dat hebben ze wel grappig gedaan hoor. Netjes. Nou, hier kun je nog vers fruit halen. Met de Eftelingprijzen, zoals je kunt zien. Strandbal werpen. Nou, dat kan je hier dus doen. Als je één keer wil gooien, kost het 3 euro. Als je 4 keer wilt gooien, kost het 10 euro. En als je 10 keer wilt gooien, kost het 20 euro. En dan kan je een mooie knuffel winnen van Jokie en Jet. Dat is de eerste keer dat ze eigenlijk, dat je eigenlijk dus Efteling knuffels kunt winnen. Tenminste, ik heb het niet eerder gezien. Dus dat is wel een leuke toevoeging. Leuk dat ze dat doen. Dus dat kun je hier vinden, het strandbal werpen. En dit is wel heel grappig. Zou je misschien niet verwachten, maar dit is volgens mij die ijskraam die ze eigenlijk eerst op het Ruigrijkplein hebben staan. Die hebben ze nu dus omgetoverd in een, hoe heet dat ook weer? Ola of zo? Ola. 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 Nee, niet Ola. 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 Een Ola-kraam. Nou, dan kan je dus ijs kopen. En Ben & Jerry's zie ik. Cornetto's. Magnums. Een schatkist. Nou, allerlei soorten ijs. En hier kun je eendjes vangen. Een klassieke natuurlijk. Bij de winter Efteling is dat ook te vinden. En hier kun je geen Efteling knuffels winnen. Dit zijn gewoon normale knuffels. Wat ik wel grappig vind, is dat ze niet de hele weide hebben gebruikt. Ze hebben maar een klein stukje gebruikt. Het is, het is een stuk kleiner dan de warme winterweide. Hier allerlei Hollandse producten. Tulpenpen, klompjes magneet, klompjes sleutelhanger, grote tulpen, sleutelhanger, Jokie en Jet. En in het huisje ook allerlei nog zomerse producten. En dan heb je hier nog ontmoet en begroet. Ja, en een fotopunt zie ik. Dus je kunt die dan in de rij gaan staan. Dan kun je hier ontmoeten en begroet. En je kunt dus zelf ook op de foto. Dus dat is wel heel leuk. Nou, hier staat het dus, een bord. Ontmoet en begroet. Met Carnaval Festivalbewoners. En zij is dus niet aanwezig, kun je zelf ook gewoon nog een foto maken. En hier dan, een zandkasteel. Dit is wel grappig. Ja, dit is gewoon decoratie, denk ik. Ik weet niet of je hier verder in kan. Ja, dat is gewoon decoratie. Dus hier kan je verder niet in. Maar wel leuk gemaakt. Ja, en een mooie stoel hier ook. Ja, ik zie hem hier wel echt heel vaak zitten hoor, in de zomer. De zomer Eftelingen zijn, of de zomeravonden zijn dus officieel begonnen nu. De zomer Efteling, ja ook. Ik zie hem hier zelf ook wel vaak zitten. Nee, je kunt er hier niet in. Nee, oké. Okay. En dat was het eigenlijk. Daarachter kun je nog bubble tea kopen en slush puppy. En dat was het. Het is niet extreem groot, maar ja, het is wel leuk. Ik vind het wel leuk. Dus dat was het. Volgens mij is er verder niet echt heel veel om te laten zien.
terug naar de studio. Zo, aangekomen op het Ton van de Vemplein. En ook dit jaar is er hier weer entertainment. Net zoals vorig jaar met de elfjes. De elfenschommel is weer terug. Het enige wat niet terug is gekeerd is die Cornetto ijshut. Zeg maar deze hut. Maar dan daar met ijs. Die is dus dit jaar niet teruggekeerd. Maar volgens mij hebben ze wel dat ijs, dat begreep ik. Nou, ik zou niet weten waar. Misschien niet hier. Maar ik las wel volgens mij in de Efteling-blog dat ze wel dat ijs wel weer hebben. Oh. Dat is volgend jaar. Ik heb het nog niet gezien. In ieder geval, nee. Op die plek hebben ze nu weer wat extra bankjes en stoelen neergezet. Een beplanting. Nou, hier hebben ze dus wel van die mooie vaandels hangen. Dat is eigenlijk op elk plein, behalve op het Jokey & Jet Zomerstrand. Hier kun je jezelf dus omtoveren als elf. En dan het hoogtepunt van het plein natuurlijk. De elfenschommel, die stond er vorig jaar ook. Nou, de elfen zijn nu, die komt denk ik nu weer naar boven. In ieder geval, wat ze dus hebben toegevoegd, ze hebben daarboven hebben ze een soort van beschutting geplaatst. Nou, daar komt hij aan. Nou, daarboven hebben ze dus een beschutting geplaatst voor de elfen die dus daarboven in die schommel zitten tegen de zon. Dus dat vind ik wel heel goed dat ze dat hebben gedaan. En dat is dus eigenlijk voor mij, denk ik, het enigste wat er nieuw is. Dat ijs, daar zie ik nergens staan. Dus ik denk dat dat vorig jaar niet heel goed is gegaan qua verkoop. Dus daar hebben ze nu wat extra banken en stoelen neergezet. Maar dat is dus weg. En verder, ja, dus die beschutting. En dat is eigenlijk het enigste nieuwe. Zou de ijs niet in die Ola-kraam zou goed kunnen. Zou goed kunnen. Zou goed kunnen, ja. Zou goed kunnen. Maar ja, dit is dus het Ton van de Vemplein. Ik vind het er weer hartstikke mooi uitzien. Echt top. Niks op aan te merken. Aangekomen op het Ruigrijkplein. En hier staat dus het Python-podium. Ik vind het er mooi uitzien. Met daarboven ook een slang. En ik zie hier achtbaandelen. Voor een soort van boksen. Ik zie hier lampen. En er zijn hier dus ook twee shows. Ik weet niet of ik het uit mijn hoofd weet. De Sterk Staaltjes Krachtshow volgens mij uit mijn hoofd. Ja, volgens mij wel. Ja, de Sterk Staaltjes Krachtshow of zoiets. Maar iets in die richting. Ja. En dan heb je ook nog DJ Dizzy die hier dan optreedt. Die is wel iets bekender. Ja, en die staat dus. Die shows die zijn dus hier op het podium te vinden. En ik dacht persoonlijk dat dit podium daarachter zou komen te staan. Op dat grasveld naast de Python. Dat dacht ik eerst eigenlijk. Omdat ze daar heel veel van die bankjes en stoelen neer hebben gezet. Maar ze hebben hem dus hier op het plein, echt midden op het plein gezet. Dus dat vind ik wel een hele goede keuze persoonlijk. Want ja, hier komen veel mensen langs. Hier gaan veel mensen zitten. En ja, daar is het natuurlijk heel afgelegen. Dus ja, daar komen niet heel veel mensen langs. Dus ik vind het een goede keuze dat ze hem hier hebben neergezet. Kijk, hier staat ook een bord. Ruigrijk, Sterk Staaltje, Staal... Wat? Ruigrijk, Sterk Staaltjes, Krachtshow. En DJ Dizzy, dagelijks, van 00:30 tot 20:30. En anders dan kan je het ook nog in de Efteling even kijken. Nou, ik kan nu even geen shows laten zien, want die zijn pas laat op de dag. Maar zodra er een keer eentje bezig is, dan laat ik het jullie sowieso wel zien. Ik kom hier echt... Nou, ik ga hier zo vaak komen dat ik echt wel een keer op het moment kom dat er hier een show is. Dus daar laat ik tegen die tijd wel zien. Maar zo ziet het er in ieder geval uit. En dan zie je dus op het Ruigrijkplein te vinden. Echt midden op het plein. Van die Ruigrijkbanners. Oh ja, die banners inderdaad. En ik zag daarachter ook nog een hutje staan. Hutje? Ja, ja, de vegetarische slager. Een vegetarische slager. Ik ben benieuwd wat daarvoor stelt. Nou, vegetarisch eten. Ja, ja, logisch. Ja. Logisch. Ja. Voor ieder wat wils. Ja, mooi. Dus, als je niet van vlees houdt, dan ga je daarheen. Precies. Als je wel van vlees houdt, dan ga je naar de overkant. Ook weer een goede keuze. Ja, precies. Staat recht tegenover elkaar. Als een soort van, bij wie gaan we bestellen? Ja. Zeg maar, wie heeft de meeste klanten? Ja, wordt er meer keuze, hè? Ja, dus. Ja, netjes. Bij de Dorslester is ook weer een nieuwe smaak. De Refresh Your Day Lemon Cherry Sprite Zero Sugar. Die kun je hier dus nu halen vanaf nu. Ik ben persoonlijk heel benieuwd, maar ik heb nu geen beker bij. Dus die gaan we sowieso nog wel een keer testen, alleen kan dat dus niet vandaag. Oh! Kom erbij staan. Ik wil er nog meer mee. Met z'n allen.
vertellen nou, kom erbij staan. Oh, met z'n allen? Ja. Showboard neergezet van Max en Moritz, dagelijks, en de Anderberg Muziekverein. Die is ook dagelijks. Om 4, 5, 6, 7 en 8 uur. En deze om 11:30, 1, 2, 3. Dus dat is niet in de avond, alleen in de middag. Deze is tot 8 uur. Ja, om het uur is dat tot 8 uur. Het valt me op zeg maar, dat het op het Ruigrijkplein is tot en met 8:30. Ja. Dus als het tot 10 uur open is, heb je eigenlijk in principe de laatste 1,5 uur. Dan heb je bijna geen entertainment. Nee, precies. Dat is zonde. Ja. Je kunt tegenwoordig ook spellen doen op het Max en Moritzplein. Hier heb je kattenkwaak. Ja, dan moet je dus eendjes vangen of zo, denk ik. Of kikkers. Kikkers moet je vangen. En in het hoenderhok is er ook nog. Je moet een piramide van 6 blokken in 2 worpen van de tafel afgooien om te winnen. Zo te zien, dit. Ja. Zo, dan hebben we eigenlijk alle pleinen al gehad. Volgens mij, ja, we hebben niet alles gezien. Omdat sommige dingen zijn in de avond, sommige dingen zijn overdag. Ja. Er zijn zelfs heel veel dingen zijn er niet 's avonds eigenlijk. Want de laatste shows zijn meestal rond 8:30, 9:00. Dus dat is eigenlijk best jammer. En we gaan nog even snel naar de Efteldingen, want er zijn weer een hele hoop nieuwe dingen. Oh god, die dingen. Ja, hij weet al wat ik bedoel. We gaan er even naartoe lopen. Nou, dit is mijn mening, nu al. Ja, ik ben benieuwd. Ja, en dan staan we in de Efteldingen. En dan is er wat nieuwe merchandise. Deze vind je denk ik wel mooi, hè? Deze vind ik wel, ja. Ja, want hier hebben ze namelijk een nieuwe trui, of hoodie eigenlijk. En ja, eigenlijk weer met het Efteling logo. Dat zie je wel vaker bij dit soort dingen. Ja, dus ook met dezelfde soort. Maar die hebben ze dus in het licht groen is dit. Ze hebben alleen maar kleine maten. Ja, die andere maten zijn allemaal weg. Al weg? Dit is hartstikke nieuw. Ja, tenminste hier hangen ze niet meer. Nee. Ze hadden ook nog een andere kleur, maar die zie ik hier niet hangen. Nee. Ze hadden ook nog een soort van beige-achtig iets volgens mij. Ja. Maar die is dus al uitverkocht. Misschien dat die bij de oude Marskramer hangt, maar... Ja, daar gaan we nou niet helemaal heen lopen. Dan hebben ze ook nog merchandise van Nest. En dan hebben ze hier een soort van schild eigenlijk. Ik weet eigenlijk niet wat het is. Hij kost in ieder geval 20 euro. Ja, schild is het. Ja. En dan hebben ze nog een zwaard. Die kost 15 euro. Maar dan hebben ze ook nog een sleutelhanger. Die hangt hier niet. Die hangt hier zo. Die kost 6 euro. Dus die zijn hier zo te koop. En dan aan de overkant. De Jumbo-Visma collectie. Want voor de mensen die het niet weten, ze hebben nu zo'n gekke draaimolen. Die staat daar voor een tijdje en dat is dus eigenlijk hierop gebaseerd. En daar hebben ze nu van allerlei merchandise van. Ja, hier petten, shirts, bidons. Hier van soort van vesten zijn dit. Mokken. Hier, dit is dus die draaimolen, de Velodrome of zoiets. Sleutelhangers inderdaad. Ja, hier een fiets. Ja, die is niet te koop, maar die hangt hier ook. Een boekje. Een voorleesboekje voor de kleine kinderen. Ja, ook wel leuk. En een trui. Ja, ik vind er geen. Nou, ja. Ik moet zeggen dat ik ook niet veel aan vind. Maar het is niet mijn. Ieder zijn eigen mening. Ja. Ja, ik vind het niet echt Eftelings. Nee. Dat is er staat wel Efteling op. Ja, daar staat Efteling op, ja. Ja. Als er maar Efteling op staat, hè? Nou, het enige mooie, dat is mijn persoonlijke mening. Zeg maar, wat ik dan nog wel enigszins nog wel mooi vind, is dan die mok. Ja. Zeg maar, dat is dan... Ja. Maar ja, die is ook nog nuttig. Zo, dat was de video alweer. De zomer Efteling is vanaf nu officieel begonnen. De Efteling is, volgens mij is hier vandaag al tot 10 uur open. Ja. Ja, want er is ook een tijdje dat hij van 10 tot 9 open is. Ja, dat zijn op de zondagen de eerste 2 weken nog. Oké, en daarnaast gewoon van 10 tot 10. Daarna begint de officiële zomervakantie en dan... Ja, oké. Dus dat is wel even handig om te weten. Ja.
En wat ook handig is om te weten, is dat we... Wat ga je doen? Oh, daar staat de auto. Is dat we morgen naar de opening van In Den Zwarte Kat gaan. De nieuwe souvenir, ja, souvenir slash... Nee, nieuwe supermarkt. Ja, nieuwe supermarkt eigenlijk, ja, inderdaad. Zo brengen ze het eigenlijk. Van de Efteling. De, ja, kruidenierszaak. Ja, de taverne. Ja. Dus daar gaan we morgen even kijken. En ik ben heel benieuwd. Ik ook. Dus die video die zie je morgen begin middag, denk ik, ergens. Nou goed, ik hoop dat jullie ervan hebben genoten. Ik hoop ook dat ik jullie morgen weer zie bij de opening van In Den Zwarte Kat. En wil je nou niks missen van het verdere avontuur hier in de Efteling of ergens anders in een ander pretpark of zo? Vergeet dan niet eventjes om op die abonneerknop te drukken. En dan zie ik jullie hopelijk morgen en anders de volgende keer bij een nieuwe video vanuit de Efteling. Tot de volgende keer. Houdoe.